Ik ben Jannes Jeltsen, ik ben wethouder hier in Hardenberg en heb een brede portefeuille waar onder andere verkeer in zit. En dan heb je het over wegen en dan heb je het over de 34 en over de trein naar Hardenberg brengen. Maar waarin ook milieu zit en daar zit het element duurzaamheid in. En dat is nog net een onderwerp waar van de gemeente Hardenberg heeft gezegd, hier willen we echt grote stappen nemen. Duurzaamheid is belangrijk omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we naar een energie-neutraal Hardenberg willen. We willen niet meer afhankelijk zijn van dure energiebronnen uit andere landen. We willen gewoon energie-neutraal worden. En dat betekent dat de energie die we in de gemeente Hardenberg nodig hebben, dat we die energie ook in de gemeente Hardenberg opwekken. En dat doe je in stapjes. Als je bijvoorbeeld 2,5% energie bespaart per jaar en ook nog eens een keer 2,5% per jaar duurzame energie gaat maken, dan kun je toch in een jaar of vier 10% op beide besparen. Ja, en dat helpt. Het leukste vind ik eigenlijk al dat je door het gemeentehuis rond te maken de eerste 20% energie al bespaard hebt. Want een rond gebouw, daar heb je minder energie voor nodig dan voor een vierkant gebouw. Dus dat is eigenlijk al heel leuk. Nou, en als je dan ook nog kan zorgen dat je met je zonwering, want je hebt natuurlijk glas, driedubbel glas, dan zorg je er al voor dat je niet veel energie naar buiten verliest. En daar heb je lamellen voor hangen, speciale lamellen, die zomers wel het licht doorlaten, maar de warmte buiten houden. En die kan je 's winters net weer een beetje anders zetten, zodat ze niet alleen het licht doorgeven, maar ook de warmte doorgeven. Dat is natuurlijk heel erg leuk. De verwarming, er zit geen gasleiding meer in. We halen de warmte uit de grond 's winters en dan gaat die warmte die gaat door het gebouw en als het afgekoeld is dan gaat die weer de grond in, zeg maar. En zomers doe je het net andersom, dan is het warm buiten en dan probeer je de kou uit de grond te halen om daarmee je gebouw te koelen. Nou, daarmee kunnen we de hele gasleiding buiten houden. Dat scheelt er weer een heel stuk. Nou, zo kun je nog een heel aantal dingen bedenken waardoor dit gemeentehuis het meest energiezuinige gemeentehuis van Nederland is geworden. We willen op deze expositie hier in dit duurzame gemeentehuis graag laten zien wat we binnen onze gemeente allemaal aan duurzaamheid doen. Eigenlijk zitten er drie sporen in. Waarin geven we zelf het goede voorbeeld? Tweede spoor is, wat gebeurt er allemaal in de woningen in Hardenberg? Wat kun je allemaal bezuinigen in je energie, vooral in de woningen iets ouder dan zoals zeg maar 1995. En het derde spoor is, wat kunnen fabrieken doen, wat kunnen instellingen doen om ook energie te besparen. En van al die drie sporen laten we voorbeelden zien. Waarin proberen we zelf het goede voorbeeld te geven. Pak het zwembad in Dedemsvaart. Een zwembad is altijd een energieverslinder. Daar hebben we nu een houtkachel voor gezet die we stoken op de houtsnippers die we uit onze eigen gemeente halen. Duurzame mobiliteit, we willen proberen de auto's die we hebben, de vrachtwagens die we hebben, zoveel mogelijk ook op duurzame energie te laten rijden. Met andere woorden, dat we minder benzine hoeven te gebruiken, dat we minder diesel hoeven te gebruiken. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal auto's die we op groen gas laten rijden. Dat is gas dat gemaakt is uit onze eigen GFT, onze groene containers. Ga naar Zwolle toe, die gaan daar in een grote vergister en dat levert heel veel groen gas op. Daar kunnen onze eigen auto's weer op rijden. We hebben scooters die elektrisch zijn, waarmee we de hele gemeente door kunnen. We hebben bij onze buitendienst, onze beheer openbare ruimte, zelfs een aantal kleinere vrachtwagens die ook elektrisch zijn. Nou, daarmee besparen we heel veel energie. Het gemeentewerf kijk alleen maar naar de warmte-koude opslag. Ook daar gebruiken we warmte uit de bodem 's winters en koude uit de bodem 's zomers. Dat scheelt al heel veel op je gasrekening. Er ligt heel veel zonne-energie op. Zoveel zelfs dat we meer energie opwekken dan we daar zelf nodig hebben. Het dak aan de andere kant is een sedumdak die dus heel goed de warmte vasthoudt. De ramen zijn zodanig dat er heel weinig warmte door naar buiten gaat. En nog een heel leuk detail, we vangen heel veel hemelwater op in onderaards ondergronds bassin. En dat gebruiken we weer om alle auto's en vrachtwagens en trekkers van de buitendienst schoon te maken. Maar dat water gebruiken we bijvoorbeeld ook
om 's winters door het zout te doen dat we over de wegen gaan strooien. Want je weet dat we nat zout strooien. Nou, dan hebben we geen water uit de kraan voor nodig. Ook dat is weer energiezuinig. De hoekwoning, letterlijk Hardenberg, nul energie. We hebben in de Marslanden een woning gebouwd die geen energie vraagt. Met andere woorden, de elektriciteitsrekening, de gasrekening, die is zo zuinig gebouwd dat je daar dus geen kosten aan hoeft te hebben. En dan vragen heel veel mensen zich af van ja, wat voor huis zou dat wel zijn? Zou ik daar dan wel in willen wonen? Is het wel prettig wonen? Nou, mensen kunnen daar zien hoe zo'n woning eruit ziet. Dat het een hele normale woning is die alleen heel erg laag is in zijn energiekosten. En dat willen we de mensen graag laten zien. Want mensen denken heel vaak aan een hypotheek. Ja, en dat kost geld, komt elke maand terug. Maar de energiekosten voor gas en elektriciteit, die lopen heel erg op in de loop van de jaren. En als je die nu op nul kan krijgen, zodat je een woning hebt die geen energie meer vraagt, in je jaarlasten is dat een stuk goedkoper. En als je dan toch heel prettig kan wonen, nou, dat zou geweldig zijn. En dat willen de mensen graag laten zien.